Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes, nummer 1127 met een uitzending voor vandaag, 6 november 2017. Dit is het bulletin van maandag en ik ben weer eens ouderwets laat. Ja, ik breng de laatste tijd weinig nieuws in de Daily Minutes. In het verleden was dat wel een beetje de core business van de uitzending. Afhankelijk van de beschikbare tijd wil ik de komende tijd weer proberen wat vaker nieuwsberichten te brengen. Zo 1 à 2 per uitzending, met af en toe als er genoeg nieuws is een wat langere nieuwsuitzending. Vandaag heb ik 2 nieuwsberichten. Hamnieuws.nl bracht vandaag het nieuws dat de bijdrage voor onze registratie in 2018 omhoog gaat. Deze gaat €34 kosten in plaats van de huidige €31. Ook een vergunning die je onder andere nodig hebt voor een repeater of een baken gaat in bedrag omhoog. Dat bedrag is nu €153 en dat gaat naar €156. €3 omhoog. Dit is dus het bedrag voor de coördinatie van de frequentie. Zeg maar het bepalen of een repeater er kan komen. Plus overleg met de landen om ons heen om te zien of er daar geen storing optreedt. Het bedrag dat is dus inclusief de eerste 3 jaar. En na 3 jaar is het bedrag voor het 4e tot en met het 6e jaar €29. En dat geldt telkens voor 3 jaar daarna ook weer. Tussen de 9 en 10 euro per jaar dus dan, tenzij je de vergunning niet kunt verlengen. Ja, ik had het ondertussen niet meer compleet bij, maar er komen nog steeds nieuwe LPAM-vergunningen bij. Recent onder andere in Ternaart en Wijchen bij de 100 watt. Er wordt ook wel eens wat ingetrokken trouwens. Verder is er wat verwarring over Radio Maria op 675 kHz. Dat station zou uit de lucht gaan en heeft ook geen vergunning meer naar verluid voor de uitzendingen vanuit Aarle-Rikstel. Station is volgens de site radio-tv-nederland.nl wel nog steeds op die frequentie te ontvangen. Rara politiepit. Oké, gaan we nu verder met de serie over antennes en het derde deel daarvan. Dat wordt gepresenteerd door een bekende stem van een invalpresentator. In deel 25 over antennes gaan we nog even verder op de stealth antennes, oftewel hoe je een antenne kunt verstoppen. Een Moxon antenne is in zijn eenvoudigste vorm een twee-element Yagi, waarvan de uiteinden van de straler naar achteren zijn gebogen en van de reflector naar voren. De elementen worden zo met een isolator aan elkaar vastgemaakt, zodat uiterlijk de antenne een soort van rechthoek vormt. Dergelijke antennes laten zich uitstekend camoufleren als wasmolen. Desnoods kun je hem wat oversized uitvoeren, dat valt niet erg op. Op de begane grond werkt dat toch wat minder, maar als je een plat dak hebt en helemaal als dat gewoon toegankelijk is, dan valt zo'n antenne natuurlijk niet bijzonder op. Ook niet als hij misschien wat ongebruikelijke maten heeft. Voor de vorm zou je er af en toe wat was in kunnen hangen. Maar goed, de omgeving zal meestal ook niet zo heel snel iets tegen een ongebruikt wasrek hebben. Lijnen om de was aan te drogen lenen zich sowieso heel goed om als antenne te gebruiken. En wat is er tegen een dubbelfunctie, als je tenminste wel omdenkt om niet te zenden als er wat aangehangen wordt? Ja, een andere oplossing is misschien een tijdelijke antenne. Een tijdelijke antenne is vaak toegestaan als een niet-tijdelijke niet mag. Vaak is er voor zo'n tijdelijke opstelling ook geen vergunning nodig. Je kunt er ook voor kiezen om zo'n tijdelijke antenne, als hij tenminste snel kan worden opgebouwd, alleen tijdens donker buiten te hebben opgesteld. Tijdelijke antennes zijn dus in een aantal gevallen niet verboden. En er zijn voorbeelden bekend van amateurs die geen antennevergunning kregen en die vervolgens een aanhanger of zelfs een hoogwerker kochten om als antennemast te gebruiken. Zolang je die maar af en toe verplaatst en inschuift, is er in veel gevallen niets tegen in te brengen. Hoewel er natuurlijk wel een gemeentelijke verordening kan worden gemaakt die zoiets niet toestaat. In deel 26 over antennes gaan we nog even verder in op de steltantennes, ofwel hoe je een antenne kunt verstoppen. Omdat een loopantenne het ook goed doet als hij heel nabij de storingsbron geplaatst wordt, kan zo'n antenne ook prima binnenshuis gebruikt worden. Dan staat hij toch redelijk stelt. Voor zenden is het wat minder, maar het kan wel. En als je geen andere mogelijkheden hebt, dan is alles wat kan natuurlijk welkom. Ook op andere manieren is er camouflage mogelijk. Bij schotelantennes voor televisie zie je vaak dat die in de kleur of het patroon van de achtergrond geschilderd worden. Bijvoorbeeld met daarop de schildering van die precies lijkt op de gemetselde stenen achter de schotel. Ook bestaan er doorzichtige schotels voor tv-ontvangst. Er bestaat trouwens speciale verf die zo gemaakt is dat je antenne zoveel mogelijk tegen de kleur van de lucht erachter wegvalt bij diverse weertypen. Er zijn ook producten te koop voor steltantennes. J-Pole antennes levert bijvoorbeeld oplossingen voor verticale antennes op VHF die in een omgeving staan waar ze niet opvallen. Of ja, die zodanig in de omgeving staan dat ze niet opvallen, moet ik zeggen. Ook professioneel worden er natuurlijk her en der antennes verstopt. En dan laat ik nog even de militaire wereld buiten beschouwing. Met name mobiele providers zitten nog wel eens met een probleem dat er in een bepaalde omgeving of gemeente echt geen antenne meer bij kan. Morgen gaan we hier verder op in. Deel 27 van de serie over antennes. Zoals gisteren al vermeld, bestaat ook professioneel de behoefte aan het verbergen van antennes. Ik weet zelf het meest van het verstoppen van antennemasten voor mobiele providers.
Vermaard is daarbij het voorbeeld van een niet-Nederlandse boom die langs de snelweg in Zuid-Limburg staat. De boom komt hier van nature niet voor, wel in de VS. En ook merkwaardig is dat hij maar niet groeit. Het betreft hier een experiment van Vodafone om een mast met antennes voor hun mobiele netwerk te verbergen. Zal ik nou maar weer verder gaan? Oké. In een moderne stadswijk was het bij de introductie van de mobiele telefonie in eerste instantie geen groot probleem om masten te plaatsen voor de providers. Meer en meer burgers kwamen echter in opstand, waardoor ook de gemeenten begonnen tegen te sputteren en eisen stelden, zoals bijvoorbeeld het gemeenschappelijk gebruik van masten door meerdere providers. Wanneer je over beschermde stadsgezichten praat met historische gebouwen, dan misstaat een antennemast in de ogen van veel mensen natuurlijk helemaal. Dat probleem speelt in een land als Italië met zijn vele historische plekken nog veel sterker dan hier. In Italië wordt bij vierkante middeleeuwse torens wel van elke hoek een klein stukje van de stenen verwijderd, waarna in de ontstane vier ruimten een antenne voor een mobiele opstelplek geplaatst wordt. Vervolgens worden de antennes dan weer afgedekt met polyester in de originele vorm, waarna het polyester wordt geschilderd in het patroon van de oorspronkelijke stenen. Je ziet er absoluut niets van. Het Italiaanse bedrijf Calzavara is gespecialiseerd in het camoufleren van een aantal commerciële structuren, waaronder antennes. De antennes voor mobiele opstelpunten kunnen bijvoorbeeld worden verstopt in vrij gedesigned straatmeubilair, maar het bedrijf heeft ook een aantal verschillende kunstbomen, niet van echt te onderscheiden in zijn pakket. Uitsluitend bedoeld voor het verbergen van antennes. Onder andere diverse soorten palmbomen, cipressen, Oostenrijkse naaldhouten, dennen en sparren. De manier van het bedrijf om antennes in een moderne stedelijke omgeving te verstoppen is onder andere in gebruikelijke gebouwornamenten, zoals bijvoorbeeld nep airco dakconstructies, maar ook nagemaakte schoorstenen voor op het dak. Voor buiten de stad worden voor langs de snelweg bijvoorbeeld reclameborden gebruikt, waarbij de mast zelfs nog extra winst oplevert uit de inkomsten van de verkochte reclame. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. En microfoon naar retour.